Hoi, ik ben Mark en superleuk dat je weer naar een video kijkt op mijn kanaal. In deze video wil ik de Bitcoin Basics en Crypto Review gaan bespreken van Madelon Vos. Madelon is al sinds 8 jaar bezig met het kopen en verkopen van cryptomunten en weet er echt alles van. Daarnaast heeft ze ook verschillende radioprogramma's en zijn er heel veel positieve ervaringen over haar cursussen. Ze heeft momenteel 2 producten en we gaan nu de eerste bespreken. Als jij op zoek bent dus naar een beginnerscursus om te beginnen met het kopen en verkopen van bitcoins, dan is dit product daar zeer geschikt voor. Want je hebt eigenlijk al voor een goedkope prijs van €99,95. En je kan ook nog mijn kortingscode gebruiken, die zal ik daarna ook nog vermelden. Daarna zal ik ook nog de kortingslink hieronder neerzetten, zodat je gelijk naar de juiste pagina gaat. Ik ga zo even kort wat vertellen over wat crypto precies is. Daarna ga ik je even meenemen naar de website van Madelon zelf. En daarna ga ik je ook even laten zien hoe de video's en de omgeving eruit ziet van dit programma. Zodat jij precies ziet wat je allemaal krijgt op het moment dat je besluit om dit product te kopen. Dus ik neem je heel graag mee naar mijn review. Wat is crypto? Crypto is de afkorting van cryptocurrency en dat betekent weer versleuteld geld. Cryptocurrency kan in de vorm van cryptomunten naar iedereen in de hele wereld worden overgemaakt. En die persoon heeft het dan echt binnen enkele seconden al binnen. Daarnaast worden cryptomunten ook gebruikt om bijvoorbeeld producten of diensten mee te betalen of in te investeren en beleggen. Ik zal nog enkele voordelen en nadelen bespreken. Als we kijken naar het grootste voordeel is dat er dus geen bank aan te sprake komt bij transacties. Daarnaast worden de cryptocurrencies op dit moment bijna in elk land gebruikt en kun je het geheel anoniem verzenden naar iemand anders. Daarnaast heb je ook een groot aanbod aan cryptomunten beschikbaar. Enkele nadelen zijn dat je helaas nog niet overal kunt betalen met cryptomunten. Daarnaast zijn de transactiekosten de laatste tijd enorm gestegen. En vooral op het moment dat je besluit te investeren of te beleggen, cryptocurrencies zijn erg instabiel en daardoor weet je dus eigenlijk nooit of je de winst mee gaat behalen. Als je een beetje wel het nieuws hebt gevolgd, dan heb je gezien dat de Bitcoin de laatste tijd het erg goed doet. Dus geef de hoop niet op. Dus nu ga ik weer terug naar de review zelf. Nou, zodra je hebt besloten om dit product te kopen, dan kom je dus terecht op deze website. Dit is de hoofdpagina van Madelon Vos. En daar ga ik je even mee doornemen, zodat je precies eigenlijk kan zien wat er allemaal bij zit. En ik raad je ook zeker aan om zelf ook even rustig te kijken op deze website. Ik zal de kortingslink ook hier even onder delen. Daarnaast heb ik ook een kortingscode, dat is korting10. En die geeft jou 10%. En die zal ik ook zo meteen even laten zien hoe dat werkt op het moment dat je het product gaat bestellen. Nou, wat je hier eigenlijk al ziet is eigenlijk gewoon dat de website eigenlijk een inhoud geeft over het product zelf. Ik laat straks het product ook nog even zelf zien, zeg maar. Nou, je gaat dus eigenlijk voornamelijk richten. Dit is echt een beginnerscursus op het gebied van cryptomunten. Maar Madelon focust zich wel echt op de Bitcoin. Dus die wordt het meest besproken en die komt het meest naar voren. Daarnaast kan je natuurlijk ook gewoon zelf verdiepen in andere cryptomunten. Dus je kan uiteindelijk gewoon zelf zo breed gaan als je zelf wil. Nou, zoals ik al eerder heb verteld, ze is bekend van verschillende radioprogramma's. Daarnaast is ze ook regelmatig op tv geweest. Ze is bekend van de Telegraaf, RTLZ, BNR, Nieuwsradio. Doet ze nu nog steeds momenteel. Nou, je gaat dus alles leren over starten met Bitcoin. En er komt eigenlijk alle informatie voorbij die te maken heeft met het kopen en verkopen van Bitcoins. Nou, ze heeft al 8 jaar ervaring, onderhand al 3000 meer tevreden cursisten. Ik heb in mijn review, geschreven review, ook enkele ervaringen gedeeld vanuit Google. En die zijn inderdaad erg positief. Daarnaast heeft ze een gemiddelde van 4,8 van 5. Dus dat is ook erg positief. En ze heeft hier ook enkele pagina's gedeeld inderdaad met ervaring. Dus ik raad je ook gewoon aan om dat zelf even te kijken. Mocht je nog meer twijfelen om wat meer zekerheid te hebben dat het wel goed zit. Nou, ze geeft ook een inhoud zeg maar over de cursus zelf in de hoofdstukken. Wat de hoofdstukken precies zijn. Wat ik zelf wel ook als positief heb ervaren, is eigenlijk dat je gewoon in een tijdsbestek van 3 uur tijd kan je deze hele cursus doornemen. En dan weet je eigenlijk in een 3 uur tijd weet je dus echt alles over bitcoins. En kan je ook echt gaan beginnen met het kopen van bitcoins. Zoals een exchange en een broker. En die komen allemaal voorbij. Dus je ziet en weet straks precies waar jij ook cryptomunten zoals de bitcoin kan kopen. En wat de voordelen en nadelen zijn per partij. En ik had levenslang toegang.
Je kan het ook volledig op eigen tempo doen, want je krijgt gewoon een online omgeving waar je les voor les kan voltooien. Daarnaast kan je ook op elk gewenst moment weer even een les opnieuw kijken op het moment dat je twijfelde over iets. En zoals ik al zei, ze is 8 jaar werkzaam, dus je ziet op deze website ook al meer informatie over Madelon zelf. Ja, het zijn dus 15 lessen. Die zagen we dus hier ook. Kunnen we even kort doorheen gaan, zeg maar. Je hoofdstuk 1 is eigenlijk de introductie. Dus je leert eigenlijk over wat de Bitcoin precies is. En waarom je de Bitcoin zou gebruiken. Dus ze heeft zelf veel geïnvesteerd in de Bitcoin. En ze weten dus ook heel veel van. Dus daarom zal ze ook duidelijk laten weten waarom zij vindt dat jij de Bitcoin moet gaan gebruiken. En daarnaast komen er dan nog verschillende crypto-coins voorbij die geen Bitcoin zijn. Nou, hoofdstuk 2 ga je dan dus kijken naar de manieren waarop jij bitcoins kan aanschaffen. Bijvoorbeeld een broker, die is bijvoorbeeld gespecialiseerd in specifieke cryptomunten. Een exchange is bijvoorbeeld veel uitgebreider. Ik koop zelf via een exchange op dit moment nog. En die verkoopt eigenlijk alle cryptomunten en daar kan je ook heel vaak makkelijk via iDEAL bijvoorbeeld betalen. En daarnaast een stukje over bitcoins verkopen of versturen. Veilig bewaren, denk bijvoorbeeld aan wallets, een hardware wallet zoals een USB-stick of een paper wallet waarop je dus gewoon je keys kan opslaan. Daarnaast kan je ook steeds meer betalen met bitcoins, horecagelegenheden, online producten bijvoorbeeld. Daar kan je ook bitcoins mee betalen. Dus het is echt niet meer alleen maar kopen en verkopen om in te beleggen. Dus je kan ook echt inkopen en met je winst bijvoorbeeld producten of online trainingen kopen. En daarnaast gaat ze ook iets dieper in op de werking van blockchain, hoe de transacties worden opgeslagen. Dus je leert ook wat meer de achterliggende gedachte die komt kijken bij het kopen en verkopen van cryptomunten. Nou, mining zijn dus eigenlijk miners die verzamelen alle transacties en die slaan ze op in blokken. En vervolgens worden dan eigenlijk weer nieuwe blokken in een chain. Dat is dus ook weer wat technisch en dat ga je eigenlijk ook wel leren. Nou, daarnaast wil je natuurlijk vooral weten hoe jij geld gaat verdienen met bitcoins en cryptocurrencies. En daar heeft ze ook een heel hoofdstuk aan besteed. Even kijken. En het laatste hoofdstuk is dan investeren in afsluiting. Is het een goed idee om bitcoins te kopen? Dus ze gaat wat meer vertellen over afgelopen jaren wat er bijvoorbeeld gebeurd is, wat de juiste momenten zijn eigenlijk om in te kopen en wat bijvoorbeeld de juiste momenten zijn om te verkopen. Uiteindelijk het blijft altijd een risico. Je weet nooit wat de koers gaat doen. Dus koop eigenlijk altijd alleen in op geld wat je kan missen. Daarnaast is Madelon zegt het ook eerlijk en dat zegt ze ook regelmatig. Dus het is niet zo dat ze echt adviezen zal geven met koop dit, koop dat. Het is allemaal, het is echt informatief. En het is aan jou om te kijken wat jij met die kennis gaat doen. Nou, dan gaan we nu naar de cursus zelf. En dan zal ik je even precies laten zien wat jij allemaal krijgt en hoe het een beetje uitziet. Het is een relatief korte cursus. Dus er is ook niet heel veel te laten zien, maar ik zal wel iets laten zien. Dus daar gaan we nu naar kijken. Ik was al een klein stukje vergeten te vertellen over de kortingscode en over het product kopen zelf. Nou, op het moment dat jij op de homepagina zit, die ik ook zal linken, dan zie je dit eigenlijk. Op het moment dat je nu doet, koop deze cursus. En dan zie je hier dat mijn code is korting 10. Geeft 10% korting. Nou, dat is toch weer 10 euro. Alle beetjes helpen. Het product zelf is 100 euro, dus dan kost hij 90 euro. Daarnaast, zoals ik al eerder zei, geeft Madelon ook nog een tweede cursus. Daar ga je eigenlijk meer kijken van wat gaat de koers doen. Dus daar ga je wat meer proberen te voorspellen om te kijken van wat zijn echt goede momenten om te kopen en verkopen. Nou, ze raadt eigenlijk aan om dit product gewoon samen te kopen. Op het moment dat jij echt nog verder wil investeren, raad ik dat ook wel aan. Want op het moment dat jij ze alle twee combineert, krijg je een extra 40 euro korting. Daarnaast werkt bij een kortingscode 10%, voor 10% blijft het ook gewoon werken. Dus op het moment dat je ze alle twee combineert, krijg je en die 40% of 40 euro en die 10%. Dus dan pak je eigenlijk gewoon een dubbele korting.
En op het moment dat je later besluit om de tweede cursus apart te kopen, dan betaal je daar €220 voor. Dus dat is toch wel een stukje duurder. Dus ik raad het zelf echt aan. Op zich kan je met de basic om echt wel goed uit de voeten. Je kan precies al zien hoe jij bitcoins gaat kopen. Maar op het moment dat je er echt winst mee wil gaan maken en precies wil weten wat de koersen eventueel kunnen gaan doen, dan raad ik je aan om de tweede cursus ook aan te schaffen. Dus dat is eigenlijk helemaal aan jou. Dus dat is gewoon, je hebt de keuze om inderdaad gewoon deze cursus of alle twee te kopen. Maar dan gaan we nu naar het product zelf. Nou, zodra je besloten hebt om dit product te kopen, dan krijg je de inloggegevens waarmee je eigenlijk overal de omgeving kunt openen waar je zelf wil. Dus je kan vanuit je computer, vanuit je tablet of vanuit je mobiel deze online omgeving openen en je kan de lessen daar volgen. Het zijn allemaal video's, dus je kan ze ook prima volgen op je mobiel. Dus dat is maar net wat je zelf makkelijk vindt. Nou, zoals je hier kan zien, is eigenlijk via mijn cursussen die eigenlijk de aangeschafte cursussen. Nou, ik heb ze zelf wel alle twee al gekocht, omdat ik zelf wel echt alles zou weten over bitcoins. En ik wil ook gewoon echt wat dieper ingaan. Dus zoals je al ziet, heb ik op dit moment alleen nog de basics afgerond. Ik ben nog druk bezig met de analyse, dus dat komt later nog. Ik ga je even wel kort laten zien hoe de basics eruit ziet. Nou, op het moment dat je dus de basics ingaat, dan krijg je eigenlijk gewoon links zie je eigenlijk de hoofdstukken. En rest zie je de lessen ook. Op het moment dat we nu gewoon even, je kan eigenlijk openklappen en dichtklappen. En je ziet bijvoorbeeld hier ook dat de Madelon nog regelmatig lessen update. Deze is bijvoorbeeld 4 juni nog geüpdate. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld verschillende trends zijn, dan zal ze weer lessen nog bijwerken. Ook omdat jij levenslang toegang krijgt, zul je dus altijd wel op de hoogte zijn van de nieuwste trends. En dan wordt dat weer bijgewerkt. Dan zal ik even kort een stukje laten zien over Madelon Vos, hoe de beeld eruit ziet. In principe spreekt ze ongeveer 80% in en 20% werkt ze met sheets. Dus op het moment dat ze bijvoorbeeld bitcoins koopt via een broker, dan laat ze bijvoorbeeld gewoon haar computer deelt ze dan. Dus dan zie je precies wat zij doet. Maar in principe is het eigenlijk voornamelijk alleen maar dat zij spreekt. Dus, Hoi en welkom bij deze cursus. Allereerst wat goed dat je deze cursus hebt aangeschaft. Ik ga je vandaag, of eigenlijk de komende paar uur, op weg helpen in jouw Bitcoin crypto carrière. We gaan het de komende paar uur over ontzettend interessante onderwerpen. Nou, dit is dus Madelon. Wat ik zelf vind is dat ze goed verstaanbaar is. En ze ziet er daarnaast ook leuk uit. Een leuke verschijning. Dus, nou, zoals je hier links dus ziet, zijn hier eigenlijk de verschillende lessen die hier per hoofdstuk zijn. Dus die kan je eigenlijk gewoon één voor één ga je ze eigenlijk af. Zoals ik al eerder vertelde, de cursus is ongeveer 3 uur tijd. Dus je kan in 3 uur tijd kan je de hele cursus volgen. Nou, zoals je hier al ziet, eigenlijk per les. Begint het gelijk met. Nou, hier begint dus de les bijvoorbeeld met. Van de cryptomunten. Dus de meeste lessen beginnen dan met de Madelon zelf. Nou, maar hoofdstuk 2 bevat bijvoorbeeld 6 hoofdstukken. Dus die is iets uitgebreider. Dus dan ga je echt leren zeg maar, hoe jij je cryptomunten kunt gaan kopen. Bijvoorbeeld bij een broker. Dus dan vertelt ze alles over een bepaalde broker. Ze heeft zelf een paar favorieten en die worden dan ook genoemd. En dat is eigenlijk weer hetzelfde als bij een exchange. Dus dan heeft ze bijvoorbeeld een exchange waar zij goede ervaring mee heeft. En die wordt dan ook gedeeld. Dus jij gaat eigenlijk profiteren van alle kennis die zij heeft. Nou, je ziet bijvoorbeeld waar kan ik betalen met bitcoins. Nou, dat is dan een video bijvoorbeeld van 5 minuten. Dan gaat ze alles vertellen waar jij kan betalen met bitcoins. En zoals ik al eerder vertelde, je kan tegenwoordig zelfs in horecagelegenheden, je kan online producten kan je kopen met bitcoins. En ik geloof ook zeker in dat het alleen maar meer gaat worden hoor, komende jaren. En daarnaast ga je een beetje leren dus over de blockchain, dus over hoe de transacties worden opgeslagen van bitcoin in blokken, hoe dat allemaal werkt. Dus dan ga je ook gewoon echt iets dieper om te kijken van daarachter. Dat heeft niet zozeer te maken met bitcoins kopen of verkopen, het is meer gewoon de achterliggende hoe het allemaal gaat en werkt. En daardoor ga jij het ook leuker vinden omdat jij nog beter snapt wat je aan het doen bent. Dus ik vind dat zelf ook wel belangrijk dat deze onderwerpen besproken worden. Nou, een stukje over mining, dan een stukje over geld verdienen met bitcoins en cryptocurrencies. Gaat ze eigenlijk alles vertellen over
ja, hoe jij je op koers en dergelijke in kan gaan. Nou, zo ziet eigenlijk een beetje de omgeving eruit van de crypto-cursus, deze beginnerscursus. Het zijn in principe 15 duidelijke lessen, dus ik zal zo nog even een korte conclusie geven en de voor- en nadelen die ik zelf ervaar. En dan is het helemaal aan jou om wat jij hiermee kan doen of jij het de moeite waard vindt om deze beginnerscursus te beginnen. Nou, ik hoop je met deze Bitcoin Basics en Crypto Review van Madelon Vos een goed beeld te hebben gegeven over dit product. Ik vind het echt een goede beginnerscursus op het moment dat jij de eerste stap wil gaan maken met het kopen en verkopen van cryptomunten. En dit product focust zich eigenlijk voornamelijk op de Bitcoin. Bitcoin is op dit moment ook de populairste munt, dus op zich is dat alleen maar goed. En op het moment dat je besluit om nog uitgebreider, dan zijn er eigenlijk verschillende mogelijkheden. Verschillende cursussen die nog uitgebreider zijn, of je koopt bijvoorbeeld de tweede cursus van Madelon Vos. Genoeg opties dus. De prijs vind ik persoonlijk ook erg goed. Je betaalt €100 voor deze cursus. Je kan mijn kortingscode nog gebruiken, korting 10. En dan krijg je nog 10% korting, waardoor je dus €90 betaalt. Ik ben daarnaast ook erg te spreken over de manier waarop zij de video's inspreekt. Dus het is duidelijk te verstaan. Het zit goed in elkaar. Alle lessen eigenlijk over bitcoins komen te sprake. Dus het gaat allemaal in duidelijke stappen. Dus in een tijd van 3 uur weet je alles over bitcoins wat er te weten valt, te weten vallen. Dus dat vind ik erg positief. Het enige wat ik zelf wat minder positief was, maar dat is eigenlijk ook weer persoonlijk. Ik ben ook wat meer, ik heb zelf ook de Crypto Masterclass gedaan. En die bevatte bijvoorbeeld 80% ook sheets, waardoor je eigenlijk dus wat meer sheets zag. En dat maakte de dingen toch een stukje duidelijker. Madelon spreekt zelf 80% juist de video's zelf in. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een beetje persoonlijk. Ik ben zelf iets meer van de sheets en uiteindelijk is het, ja, beide kan je prima leren. Dus het is gewoon persoonlijk wat meer voor jou is. Maar echt, dit is een prima beginnerscursus. Je betaalt niet te veel. Het is een goede prijs. Dus wacht niet langer en begin ook met deze cursus. En koop nu deze cursus. En begin natuurlijk met het verdienen van cryptomunten.